vanmiddag, dan gaan we perenmeel maken. Dus en dan ga ik achter naar de silostouw, waar alles in aparte soorten graan in aparte compartimenten zitten. En daar wordt dan ingewogen op een baskule, op een verrijbare baskule. En daar zitten diverse granen in, onder andere, en die moeten gemolen worden. Hier vuil ik of de molen ook een beetje in de wind staat en moet een beetje die kant op. Met kapje, zuinigheid en twisten. En dan vuil de wind van deze kant en die kant, dat moet gelijk wezen. En dan staat hij in de wind. Ja, nou hoek de molen los. Ja, maar ik vuil, ja, ik doe gewoon mijn werk. En wat vind je van je molen? Ja, prachtig. Nee, prachtig. Doe ik geen machine tegen. Wat is het mooiste van je molen? Nou, dat avontuur wat je nog een beetje beleeft met de natuur. Je kon maar zeggen, een beetje kiek op de wind en gewoon zomaar deur. Ja. En want ik kon maar zeggen, het wordt je gegeven. Het is niet even dat je een knapje omdraait kan. Dat zegt van, nou, ik gooi met molen. En wat maak je hier allemaal? Ja, veevoer voornamelijk. Ja, veevoer. En straks de spek en dikmeel. Ik heb gesmeerd en dan moet er van achter nog even gesmeerd worden. Ja, gymnastiek oefening erbij. Wat is er gesmeerd? Reuzel. Reuzel. Reuzel is goud voor de smering, is ook goud voor aan. Ik ga nu groenboom de steen brengen. Zo vuil ik de vinten van het product. En wat is dit nou weer? Dit is paardenmeel. Voor de pier. En doordat ik het met de molen maak, behoud ik de structuur. En dit is hartstikke gezond voor de pier. En hier komt ook beneden in de mengerij ook alles in. Alle vitaminen en mineralen wat ze benodigd hebben. En dit is echt een specialiteit, zeg maar, voor pieren die wat stressig zijn, een beetje nooit te gezond zijn en hoog presteren moet, is dit echt monstervouwen. Dus hij moet helemaal een plankje zetten, hè? Zo toch nog, hè? Oh, ik denk niet veel. Zo zeg ik een goede vangst. Ja, mijn vrouw is een bezig bijtje. Want die door de bouwkolm en de telefoon en de winkel. En ja, toen maar verder ook de organisatie. En ja, die had een volle dag ook, hè? Meer dan een dag ook. Worteltjes. En dan zak paardenmeel. Paardenmeel. Nou, kom maar mee. Allerlei soorten perenvoer, brak. En we maken gemengd graan, we maken korreltjes voor de kip, we maken meel voor de kip, we maken voor de schapen, voor de konijnen. Dus in, voor rundvee, voor de varkens, noem maar op.